vechten tegen gevaarlijke monsters, de moeilijkste boogschietuitdagingen, parcouren door de raarste locaties en op zoek naar geweldige schatten. Je ziet het allemaal in deze video. Oké, we staan hier in een hele vreemde kale witte ruimte en er staat hier dat ik naar de eerste sector kan gaan van de vele testen die ik moet gaan doen. Ik kan hier even rusten, dus mijn spellpoint zetten en ik kan eten meenemen. Laten we dat ook maar gewoon doen, dat kan vast geen kwaad. Laten we naar de eerste sector gaan, sector nummer 1. En ik ben heel benieuwd wat het allemaal gaat zijn. Overgrown, kamer 1, hij is groen. Oké, hier kan ik hints vragen, maar hints wil ik nog niet. En hier is volgens mij de taak dat ik kisten en barrels ga vinden. En dat kan op zich wel, dat moet niet heel moeilijk zijn. Het is een kleine kamer. Ik bedoel, in deze mini kamer, hier moet het niet heel moeilijk zijn om dingen te gaan vinden. Ik denk dat we hier een soort lever moeten vinden. Ah, ik zie daaronder al gelijk een kist, jongens. Daar zit hij. Hoppakee, stonehoe, daarmee kunnen we hakken. Azalea leaves. En azalea leaves, die zitten natuurlijk hier ergens in de buurt. Oh, die hier. Oh. En dan kunnen we zo even kijken. Wat kunnen we dan? Oh, er is een barrel dat. Een button. Die kunnen we hier plaatsen, jongens. Dat is de eerste oplossing. 1, 2, hoppakee. Badabim, badaboom. En dan gaat de deur gaat open. Moeten we wel snel doorheen lopen. Hoppakee, kamer 2. Overheat. Oké, hetzelfde doel hier. We moeten hier dingen gaan zoeken, zodat we weer door de deur heen kunnen. Ik gok dat er hier in de lava dingen zitten. Oh nee, denk het niet. Kan je namelijk niet inspringen. Ah, nee, oké. In deze lava dan? Oké, niet in de lava. Hier misschien toch in de lava. Hier dat er iets verstopt zit of zo. Ja, er zat een barrel achter. Of een kist. Golden pickaxe. Daarmee kan ik hakken een honeycomb blok. En waar is de honeycomb? Honey? Waar is de honing? Huh? Honing? Hallo? Oh, hier. Kijk, dit hier. Dat is hem. Hoppakee. En daarachter zit weer een furnace volgens mij. Met een button. En dan kunnen we de button weer 1, 2. Hoppakee. Kunnen we hierheen. Kamer 3 oversight. Begint nu al heel spannend te worden, jongens. Ik zie gelijk dat daar al wat zit. Alleen daar kom ik niet. Oh, daar kom ik wel bij. Een pickaxe. Daar kan ik endstone mee hakken. En endstone is basically het hele plafond. Alleen ik kan niks hier op het plafond hakken. Oh, deze hier. Hoppakee. En dan zit daar zit een kist. Oké, dit was echt de makkelijkste kamer tot nu toe. Dit was oprecht de makkelijkste kamer tot nu toe. 1 en 2. Hoppakee. Hey, als het goed is, hebben we de eerste sector behaald. We gaan nu gelijk door naar de tweede sector. De eerste sector was een soort van zoeken en dingen vinden en weet ik veel wat. Uiteindelijk een stuk makkelijker dan ik had verwacht. Maar wel heel leuk. Sector nummer 2. Wat hebben we hier? Oké, ik moet dingen gaan craften. En dan moet ik het item hierin gooien. Wat kan ik hier allemaal craften? Ik moet die plus die moeten craften. Dat kan ik. Oké, dat is zo'n soort, hoe heet zo'n ding? Een firework star met een firework... Nog een firework star? Ik heb geen idee. Oh, god. Ik weet natuurlijk niet wat, hoe je dat... Oh, ik weet niet hoe je dat soort dingen maakt. Nee, dit wordt echt nog een uitdaging. Oh, nee. Oh, nee. Ik vraag me echt af of ik dit ga redden. Gaat mij dit lukken? Ik heb een hoog gekregen. Daarmee kan ik cornflowers slopen. Wat zijn cornflowers? Dat zijn deze hier. En met de X kan ik slopen een oaklok. Oh, dan kunnen we die bomen hier slopen. Oké. Gaan we die bomen hakken? Een barrel? Oh, er zitten nog meer troepjes in. Wat moet ik hier allemaal mee? Hoe maak je zo'n firework star? Of rocket, wat is het? Oh, god. Oké, dat doe je met gunpowder, blaze powder en coal. Heb ik coal? Of charcoal kan ik maken. Hier, charcoal kunnen we maken. Blaze powder kan ik hier uithalen. Zo, halen we er eentje uit. We zien twee zelfs. Gaan we even charcoal maken. Want ik moet natuurlijk... Ik weet hoe ik die maak, maar ik weet niet hoe ik die maak. Ik denk dat ik daarvoor een... paarse kleur moet maken of zo. Ik kan rode dye hier. En dan kunnen we van rood en blauw samen maken wij natuurlijk een paarse kleur. Ah, en dan met die paarse kleur kan ik waarschijnlijk dat weer doen. Oké, wacht, komt-ie. Als we dan dit doen, kunnen we een fire charge kunnen we maken. En met die fire charge heb ik hier purple dye. Hoe werkt dat? Kan ik gewoon zo doen? Nee. Moet je dat smelten? Moet je dat... Hoe doe je dat? Hier nog meer firework charge gaan we maken. We gaan er gewoon heel wat maken. Nou, ik ga die toch even bewaren. Ah, ik zie het al, jongens. Je moet de gunpowder, dan moet je je fire charge en dan moet je het kleurtje erbij doen wat je wilt. En dat is natuurlijk deze. Dus dan hebben we, als het goed is, deze twee. Dus betekent dat ik die dan hier moet droppen? Nee, dat is niet dat ik hem hier moet droppen. Moet ik ze samen craften? Oh, wacht. Ik moet ze hier droppen. Eerst die en dan die. En dan gaat de deur niet open. Huh? Die moest toch hier? Dit is toch goed? Of is het niet goed? Ja, dit is letterlijk dat ding. Dit is letterlijk dat ding. Of moet ik ze samen... Nee. Hè? Ik snap het niet. Wat heb ik fout gedaan? Ik snap het niet. Wat doe ik nou fout? Dit ding erin. Oh, wat is het nou? Dit ding erin. Dit ding erin. Hier, we maken nog een fire charge. Wat is het zo? Hoppakee. Maken we nog een paars aan? Waarom niet? Kom op. Werk. Stom ding. Het werkt niet. Huh? Wacht, je kan er nog een maken zoals dit. En dit is een small purple. En ik heb hier een large ball. En dit is een small ball. Is dat het dan? Moet het een small zijn? Wat, hoe moet ik dat nou weten dat het te klein is? Maakt niet uit. We hebben het gedaan. Oké, wat moeten we nu craften?
een... Oh, nee. Oké, dat kan ik. Dan moet ik eerst een zwaard hebben om strings te krijgen. Ik moet scaffolding maken. Oké, maar dat kan ik. Ik bedoel, ik heb nog hout van de vorige map. Dit kan bamboe en sugarcane. Kan dit hakken? Dat kunnen we dan hiermee... Oh mijn god, dat duurt dat lang. Kom maar door. Hoppakee. Hoppakee. Dan gaan we dit allemaal slopen. Zo, die ook slopen. Hoppakee. Dan kan ik een zwaardje hiervan maken. Met dat zwaardje kunnen we gewoon dit slopen. Oh nee, dat kan niet. Oh, nee, dat kan niet. Wat stom. Oh, hier zit nog iets. Ah, een zwaardje. Daarmee kunnen we kopwebs slopen. Kom maar hier, kopwebs. Dan hebben we strings. En als we al die strings hebben, kunnen we volgens mij al gewoon één scaffolding maken. Eén scaffolding. Of we maken er gelijk 6. Waarom niet? En dan doen we hoppakee. Boom, erin. En dan gaat de deur open. Goed, de volgende ruimte. Een red netherbrick moeten we maken. Het wordt me wel echt moeilijk gemaakt. En ik heb zoveel spullen. Hiermee kunnen we nether... Ik ga even wat spullen dumpen, hoor. Ik ga dat in de vorige kamer doen. Ja, weet je, we houden het bij. Misschien hebben we het nog nodig. Nether brick fence kunnen we hiermee slopen. Waar zit die? Waar zit die verstopt? Oh, hier, kijk. Deze kunnen we slopen. En deze kunnen we slopen. Zit er ook... Ah, een barrel! Oké, daar zitten de spullen in die ik nodig heb. Hiermee kan ik yellow... Ik ga wel echt spullen dumpen, want ik heb echt dingen bij me die ik niet meer nodig heb. 100%. Hiermee kan ik slopen... Niet deze. Hiermee kan ik slopen. Yellow wool. Waar is gele wol en waarom moet ik die slopen? Er is ergens gele wol die ik... Oh, hier, wacht. Wat zit hier achter? Hallo, hier zit ook nog wat achter. Een diamond hoe. Laat ik even zitten. Daar kunnen we nether ward mee hakken. Wat zit hier? Zit dat weer? En oké, als het goed is, kan ik nu de bricks maken die ik nodig heb. Volgens mij doe je dat gewoon door dit te smelten. Of niet? Oh, wacht. Red nether brick. Ik kan hem al gewoon maken. Huh? Waar had ik dit dan allemaal voor nodig? Ik kan hem letterlijk al maken. Ik heb zoveel onnodige spullen bij me. Oké, granite. Granite is niet zo moeilijk. Pickaxe, daar kunnen we niks mee. Hiermee kunnen we cobblestone hakken. Dit ga ik allemaal weer even dumpen. Al die extra spullen bij me. Laat me met rust. Oké, hiermee kan ik cobblestone hakken. Dat hebben we nodig. En dan hebben we als het goed is ook andesite nodig, volgens mij. Een van die andere blokken waarmee ik dat kan doen. Hey, een kistje. Bricks, oké, prima. Een pickaxe waarmee we cobblestone en stone brick wall en nether quartz ore. Wat heb ik hier allemaal aan? Volgens mij krijg ik echt overbodige spullen krijg ik mee. Hé, nou, trouwens, nether quartz ore, die moet ik wel hakken. Ik weet niet wat ik eraan heb, maar die hakken we. En een stone brick wall, die zit erachter verstopt. En daarachter zit weer ook wat verstopt. Even kijken. Quartz, bricks en koper. Oké, kan ik hiermee iets craften of zo? Want ik moet natuurlijk... wat is dat? Diorite? Of nee, de granite is dat. En diorite, dan heb ik cobblestone nodig. Heb ik dat nog? Ik dacht dat ik meer cobblestone had. Ligt dat hierachter? Waar is mijn cobblestone? Ik had meer cobblestone dan dit. Huh? Mijn cobblestone is verdwenen. Nah, ik had toch meer cobblestone dan dit, jongens. Oké, we kunnen diorite maken. En met diorite kunnen we nu weer granite maken. En dan kunnen we dat hier dumpen. En dan zijn we door naar het volgende level. En... Oh, je kan alle items van de vorige sectors kan ik hier doen. Oh, wat ben ik blij dat ik... Waarom had ik zoveel overbodige spullen? Ze hebben me echt dingen gegeven die ik nooit nodig heb gehad. Ik ben in ieder geval blij dat we het hebben gehaald. Oké, we zijn door naar sector nummer 3. Hoppakee. Enter the third sector. Dat kan ik, daar ben ik heel goed in. Is dat een quiz? Oh, ik moet een spawnpoint zetten. Dat lijkt me niet een quiz als het een spawnpoint is. Ik bedoel, quiz zijn meestal niet zo gevaarlijk. Oh god, nee, dit is geen quiz. Oh nee. Ik moet gaan vechten, dit wordt PvP. Ik neem mijn armor mee. Ik neem een zwaard mee. Een boog. Ik neem een schild mee. Armor doen we aan. Dit gaat wat worden, jongens. Dan doen we hier de armor. Zo, dan krijgen we buttons. Ik wil heel wat buttons. Zo, nu hebben we wel genoeg buttons. Dan, potions die nemen we mee. We nemen eten nemen we nog mee. En de golden apples ook. Dat brood laat ik hier en die ook. Zo. Die doen we met tweede hand. Ik ben heel benieuwd wat voor gevecht dit gaat worden. Nog even wat extra. Je kan nooit te veel. Hey, trouwens, kan ik die... Dit zwaard die kan ik ook hebben. Die is veel beter. Die nemen we mee. Ik ben er klaar voor. Let's go. Wat is dit? Oh, god. Oh, god. Het is een PvP fight. Het is een PvP fight. Dat is prima. Dit kan ik. Ik kan PvP'en. Wow, jullie zijn wel heel sterk. Oh, mijn god. Wat is dit? Zo, oké. Healing. Healing. Prima. Prima. Kom maar, kom maar, kom maar. Kom dan. Kom dan, jongens. Kom dan. Oké. Ah, ik moet die golden apples nemen. Ik moet een golden apple nemen. Waarom zijn jullie zo belachelijk sterk? Ga weg. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Oké, ik hou jullie een beetje op een afstandje. Dan vind ik het helemaal prima. Als ik jullie op een afstand hou. Oh, wat zijn jullie sterk. Wat hebben jullie veel levens. Wat is dit? Kan ik jullie niet doodmaken? Moet ik iets doen of zo? Ik ga de hendels. Wat is dit voor hendel? Each layer will manifest more fun. Oh, nee. Oh, mijn god. Ik heb het mezelf alleen maar moeilijker gemaakt. Oh, maar ze vechten tegen elkaar. Oké, ze vechten tegen elkaar. Prima. Potion of strength regenerates. Potion of strength. Let's go. Eerst gaan zij dood. Eerst gaan jullie dood. Kom aan. Jullie zijn prima te doen. Die skeletons vallen jullie ook aan. Dus dan is er een grote ruzie tussen hun. Oh, ja, oké. Dat is eentje. Nice. Ah, ik ga dood. Ik ga dood. Oh, ik ben dood. Ik wil mijn spullen. Geef mij mijn spullen. Waarom heb ik ook zulke slechte armor gekregen?
Oké, okay, kom op. Aan. Rennen. Oké, rennen. Skeletons, waarom heb ik die skeletons ook gespand? Het was zo nergens voor nodig. Oké, potion of strength, kom maar. Die zombie en de skeleton blijven met elkaar bezig. Kan ik die skeleton in de tussentijd doodmaken? Juist. Oké, pak hem, zombie. Pak hem voor me. Goed zo, zombie. Nu ga jij dood. Hoppakee. Oh, even rust. Oké, wat heb ik gedaan? Even heroriënteren. Ik heb nog een paar potions. Ik heb niet veel dingen meer. Each lever will manifest morphos. Oké, dat is prima. Wat willen ze dat ik doe? Activate all levers to open the path. Oké. Dus elke hendel moet ik overhalen en dan gaat de deur open. Wat doet dit? Wat voor potion is dat? Oh, regeneration. Oké, dat is goed. Oh, nu heb ik weer weakness. Nee, godverdamme. Oké. Komt die volgende. Oh, mijn god. Oh, oké. Dit moet goed komen. Laten we eerst die spinnetjes even pakken. Die spinnetjes zijn heel vervelend, hier. We gaan eerst specifiek voor de spinnen. Kom op. Ja, zij vechten met elkaar. Goed zo, vecht maar met elkaar. Heb maar ruzie met elkaar. Domme skeletons. Kom op, spin. Als jij... Ja, goed zo. Als jij nou even sterft, inderdaad. Oh, mijn god. Oké, prima. Dit kunnen we nog overleven als ik niet geraakt word nu. Oké, die skeleton is op hem gefocust. Ik hoef alleen maar gewoon te zorgen dat ik niet die guy daar aanval. Kijk, hij gaat hem wel vermoorden. Ik kan nu letterlijk rustig afwachten en dan vermoordt de skeletons vermoorden elkaar wel. Althans, eentje vermoordt de ander. Tussentijd kunnen we even helpen. Hier, we helpen hem even in de tussentijd. Oké, dat is makkelijk. Oh, dat is soms... Oh, nee, die spin. Ik moet die potions even leren te gebruiken. Hier, potion. Wat doet het? Hoppakee. Wat heeft het gegeven? Speed. Oh, nu heb ik speed. Oh, nu kan je me nooit meer raken. Je kan me nooit meer raken. Ik ben veel te... Ik ben niet snel genoeg. Sterf alsjeblieft eventjes. Oké, die golden apple bewaren we even voor het laatste level. Kom maar. Potion. Klikken we erop. Hoppakee, wat doet het? Dat is waarschijnlijk een slechte potion. Oké, die zijn dood, jongens. Dan hebben wij nog een potion of strength, regeneration en that's it. Dus laten wij de potion of strength... Hoe lang duurt die? Die duurt 3 minuten. Die nemen we en dan spannen we direct. Hoppakee, de laatste dingen in. Wat zijn dit? Oh mijn god. Oké, dit is op zich wat te doen. Dus blijf op een afstand. Wat zijn jullie groot? Jullie zijn groter dan normale zombies. Oh, oké, dit is op zich wat te doen, jongens, deze. Als ik gewoon op een afstandje... Oh mijn god, dit is niet te doen. Oh, is niet te doen. Kom. Ik moet niet naar mijn boog. Ik moet zorgen dat ze me niet raken. Want ze zijn wel heel sterk, zijn ze. Dus gewoon zorgen dat ze een beetje op een afstandje blijven. En elke keer als ik voel dat ik bij... Hey, de deur is open! Oké, wacht. We gaan eerst deze guys even killen. De deur is open. We hebben deze kamer overleefd. En we hebben gewonnen, jongens. Wat doet dit? Wat deed dit? Het zijn ook allemaal poosjes nog. Allemaal gekke dingen. We hebben het gehaald. Sector 3 Spunky. Die kunnen we daar plaatsen. En dan kunnen we terug, jongens. Kijk. Dan kunnen we veilig heen en weer. Dat is wel heel fijn, moet ik zeggen. Kunnen we even dit bijvullen en zo. Even wat pijlen er weer bij doen. Even wat dingen dumpen hier. Hoppakee, zo. Nou, laten we doorgaan. Misschien dat we er nog meer moeten vechten. Ik heb geen idee. Goed, we komen hier in de volgende ruimte. Enter the fourth sector. Oh, wacht eens even. We komen al in een nieuwe ruimte. Brain power. Oké, nu wordt het leuk. Nu moeten we gaan quizzen. The one that is not like the others. Degene die dus anders is dan de andere. Dit is een koe, dit is een skeleton, een kip en een konijntje. En ik denk dat het een skeleton is. Dat is het enige een vijandige mop. Zit hier iets achter verstopt? Nee, niet eens. Dus een skeleton. Ja, correct. Oké, prima. Welke is afgebeeld op een chiseled sandstone? Volgens mij kan je, jongens, een creeper... kan je volgens mij op een plaatje zien van een chiseled sandstone. Hier een plaatje. Volgens mij is dit het hoofd van een creeper op dit blok. Dus we gaan voor een creeper. Juist, dat is correct. Oké, welke is te zien op een red sandstone? En volgens mij, op zo'n chiseled red sandstone, is dat de Wither. Laten we even kijken. Ja, dat is de Wither. Kijk voor jullie. Hoppakee, dit is een red sandstone en daar kan je de Wither op zien. Volgende vraag. Welke is niet zoals de andere? De Iron Ingot? Denk ik. Oh, trouwens. Dit is misschien een verwarrend. Ik denk de beetroot eerder. Vraag je af waarom. Maar je kan een... dit kan je van een zombie krijgen. Dit kan je van een zombie krijgen. En volgens mij kan je ook een potato van een zombie krijgen. Maar een Iron Ingot is bijvoorbeeld wel weer heel anders... omdat dat het enige is wat je niet kan farmen. Dus ik vergok dat dit een soort truc is, een strikvraag. En ik denk dat het de beetroot is, omdat de beetroot de enige is die je niet van een zombie kan krijgen. Maar, daarentegen kan je die allemaal farmen. Ik ga even goed voor de beetroot. Oh, ja! All possible! Ja, ik had gelijk! Oh, ben ik blij dat ik gelijk door de strikvraag heen zag. Want je zou denken aan Iron Ingot, maar ik weet gewoon dat je deze natuurlijk van zombies kan krijgen. Oké, hoeveel variaties van een zombie zijn er? Je hebt een normale zombie, je hebt een waterzombie en je hebt een zandzombie. Volgens mij 3. Volgens mij zijn het er maar 3. Het waren er meer dan 3. Hij was incorrect, dus we moeten opnieuw moeten we dit gaan doen. Hé, welke heb je dan nog meer? Je hebt de husk. Dan heb je, dat is die zandzombie. Oh, je hebt ook een zombie villager natuurlijk. 4. Weer fout. Welke mis ik dan? Je hebt de zombie villager, je hebt de zand, dat is de husk, de zandzombie. Een drowner, een normale zombie. Welke mis ik?
Het is dan 5. Huh? Baby zombie natuurlijk. Oh mijn god, ja. Een baby zombie, daar had ik niet eens aan gedacht. Oké. Welk blok verandert na een tijdje? Zonder dat een NPC of player iets aan moet doen. Dat is natuurlijk gewoon koper. Koper verandert omdat het zuurstof bijkomt en zo. Is het mogelijk om een TNT explosion te overleven zonder terwijl je op één blok afstand staat, zonder armor, schilden of potions of water te gebruiken? Eén blok afstand van TNT? Nee, wel blijkbaar. Kan je TNT overleven vanaf één blok afstand? Is dat zo? By using a slim single slap? Echt? Oh mijn god, dat wist ik niet eens. Volgende vraag. Welke is het eerste ingrediënt om een potion te starten? Nou, dat is natuurlijk altijd de netherwart. Die heb je altijd als eerst nodig als je een Minecraft potion wil maken. Welke is hier niet nodig als ingrediënt om een potion te brewen? Dat is volgens mij deze. Blijkbaar niet. Een redstone kan je hem langer maken. Gunpowder maak je een splash potion van. Dan blijkbaar een phantom membrane voor iets anders. En dan zal het wel een sweetberry voor niks zijn. Oké, dus daar blijkbaar deze hier. Die heb je blijkbaar niet nodig. Volgende vraag. Welke zou je movement hinderen terwijl je erop staat? Je hebt deze, dan krijg je damage. Sorry. Hier krijg je damage van. Hier gebeurt er niks. Dit word je traag. Nou, hier word je zo traag door. Volgens mij is het honing. Ja, honing. Honing word je heel traag voor en dan kan je volgens mij niet eens springen. Oké, de laatste vraag. Vanuitgaand dat je een Fortune 3 pickaxe gebruikt, kan je 4 raw iron krijgen van 1 iron ore. Oké. Oh, Lama, dat is een grapje. Ik hoef hem niet eens te beantwoorden. Wauw, oké, Lama, ik kan gewoon doorlopen. Een dolf. Wat is dit? Is het sector 5? Oh, Lama, we zijn er al. De 5e sector. Het begint nu al heel spannend te worden. Sector 5, Eagle-eyed. Oh god, ik moet op dingen gaan schieten. Oh nee. Target 1, 2 en 3 moet ik raken. Oké, dan kan ik een boog maken. En dan kan ik dat hier allemaal, weet ik voor wat doen. Oh, moet ik mijn eigen boog maken? Geef me gewoon een boog, joh. Waarom moet ik mijn eigen boog maken? Ik had mijn boog van het vorige level mee moeten nemen. Ik had het net allemaal weggedumpt. Oké, een boog. Prima. Pijlen. Prima. Hier kunnen we nog meer pijlen waarschijnlijk maken. Hoppakee, zo. Oh, en hier nog meer pijltjes. Kom maar door. Jongens, ik ben klaar om te schieten op de target. Target 1, waar ben je? Hoe kan ik hem opspannen? Moet ik hier gewoon op... Oh, ik moet schieten op... Wacht, waar moet ik op schieten? Oh, hier heb je nog meer pijlen. Pijlen zijn altijd welkom. Nog meer pijlen. En nog meer pijlen. Oké, ik moet op een button schieten, blijkbaar. Oh, daar is de button. In de verte komt hij. 1 en 2. Oh, ik mis. 1 en 2. Ik mis weer. 1 en 2. Heb ik geraakt? Iets erboven. 1 en 2. Ja, nu heb ik de button geraakt, toch? Huh? Kom op, raak die button. Mis ik nou de hele tijd die knop? Nee, nu heb ik wel geraakt. 100%. Of is dat geen knop? Oh, dat is target 1. Ik heb hem wel geraakt. Oké, target 2 is nog een knop. Oh, ik moet gewoon 3 knoppen raken. Oké, dat is prima te doen. Dat is geen knop. Dat is geen knop. Dat is ook geen knop. Ah, daar zit er nog eentje. Kijk, in het doekje daar helemaal. Komt-ie? Hebben we hem geraakt? Oh, we hebben hem geraakt. Oh, daarop schieten. Hoppakee. Zo, dat is target 2 en 3. Zo moeilijk was dat niet. Ah, er zijn meer levels. Natuurlijk zijn er meer levels. Target 1. Dat zijn gewoon op targets moet ik schieten. Oké, prima. Dat kan ik. Er zit er daar eentje in het hoekje. Oké, dat is target nummer 1. Dan hebben wij... Hier in het water zit er nog eentje. Komt-ie? Hebben we hem? Nee, we hebben hem niet. Hebben we hem? Nee. Hebben we hem? Ja, we hebben hem. Oké, en target 3 zit... Oh mijn god, die zit daar. Komt-ie, hè? Boom! Ik mis. Boom! Juist! Die was toch raak? Oh, die was op de cactus. Ja, we hebben hem. Target 1, 2 en 3. Dan gaan we naar de andere kant. Hier moet ik op tripwire hooks moet ik schieten. En waar zijn die? Oké, daar is er eentje. Is dat de eerste? Nee, ik miste hem. Hoe ga ik dit doen? Moet ik dat ding zelf raken? Of moet ik misschien... Dit is even moeilijk. Kijk, daar heb je er ook een. Moet ik hem zeg maar op... Oh, ik moet hem op de string eronder raken. Dus niet zeg maar op de tripwire zelf. Maar op de string waarmee die verbonden zit. Oh mijn god, dat is moeilijker dan je denkt, jongens. Ik denk dat ik hem dan het best daar in het hoekje kan krijgen. Hebben we hem? Nee. Oh mijn god, dit is echt moeilijk. Dit is echt heel moeilijk. Oké, we gaan even een andere zoeken in de tussentijd. Er zijn er natuurlijk 3 in totaal. Maar waar is de derde? Je hebt die hieronder. Dan heb je die daar in het huisje. Of in de iglo. En waar is de derde? Hallo, nummer 3? Nou, ik vind deze wel heel moeilijk. Ik kan dat toch niet raken? Ik moet die string ertussen raken. Alleen ja... Die string zie je niet. Of moet ik dan springen? Of van een afstandje of zo? Is dat het? Ah, misschien als ik zeg maar zo van een hoogte zit. Ja, ik heb hem geraakt! Oh mijn god, ik heb hem geraakt! Oké, en nu, waar is de derde? Oh, de target. Zit een target erachter. Heb ik hem? Oh, ik heb hem. Blij. Weg hier. Gadverdamme, weg hier. Ja! Oké, we hebben hem gehaald. Gefeliciteerd. Je hebt het tot de laat over zijn met de laatste sector aangekomen.
Nu is er nog één sector over en dat is mijn laatste skill. Oké, dan kunnen we dit wel achterlaten hier. Dit heb ik allemaal niet nodig. En dan heb ik de button nodig voor de laatste sector. Laten we slapen eventjes, zodat we gewoon eventjes veilig weer gewoon hier kunnen respawnen. Dan heb ik opnieuw eten, daar ben ik wel blij mee. En dan is het tijd om naar de laatste sector te gaan. Oh, wat spannend! Dit ziet er allemaal wel een beetje trippy uit hier in een boek. Wat is dit? Oh, die is leeg. Oké, dit is ook leeg. Knoppen. Wat is dit? Waar ben ik beland? Ik heb weinig hints gekregen. Ik moet hier doorheen zien te komen. Er is daar een map. Oké, laten we hier even omhoog klimmen. Wat is de bedoeling? Een boek en quill. Wat zit erin? Ook leeg. Hier een enchanted boek. Wat voor enchanted boek is dit? Vanishing. Nog meer enchanted dingen en zo. Wacht, laat ik dit allemaal even lezen wat hier staat. Oké, blijkbaar staan er dus ergens boeken verstopt in het ding hier met geheime teksten. En als ik die allemaal kan vinden, kan ik die achter elkaar toevoegen. En dan kan ik die later toevoegen, denk ik, om de deur te openen? Iets in die richting? Oh god, hier staan pincodes. Oh nee. Oké, laten we even kijken of... Oh, dit is een boek. Oké, prima, met een tekst. En dit is ook een... Oh nee, moet ik al die boeken pakken? Laten we even kijken of er ook nog andere boeken tussen zitten. Misschien logischere boeken, want al deze namen komen me niet heel bekend voor. En gewoon elk boek pakken tot ik een boek pak waarvan ik denk, dit is misschien wel iets. Oh mijn god, er zijn zoveel boeken. Dit laatste level is even verwarrend. Dit laatste level is echt eventjes verwarrend. Oké, ik heb elk boek gepakt, maar ik snap er nog steeds niks van. Al die boeken ga ik ook gewoon hierin doen. Eén boek hou ik over ook echt, dat meen je. Die gooien we gewoon weg. Elke knop even indrukken. Wat willen ze dan? Wat ik hier doe. Hey, hier is nog een boek. Oh, Headguard Instructions. Oké. Oké, we gaan het even lezen. Dit is best wel lange tekst. Dit lees ik wel even voor jullie gewoon. Ah, hier staan de boeken in die ik moet vinden. Oké, wacht, prima. Dit is handig, jongens, wat ik nu heb. Dit is heel handig, wat ik nu allemaal heb gevonden. Oké, we hebben een boek nodig. Komt-ie? De boek, de sip... Oké, World War. Oké, prima. Hebben we een boek genaamd iets met World War? Nee. Oh, jawel, hier. Ashes of War. Oké, prima. Die neem ik mee. Is dat iets? Oké, hier gaat het over een ridder van een koninkrijk. Hebben we dat boek ook ergens gevonden hier? Ik ga mijn mobiel erbij pakken. Ik snap er niks van. Ik moet uit gaan vinden wat voor boeken dit allemaal zijn. Oké, het eerste boek heet Peace to End All Peace. Dat is letterlijk het boek dat ik nu moet zoeken. Even kijken of die hier tussen staat. A few moments later. Goed jongens, ik denk dat ik ze allemaal heb. Ik heb de 4 boeken waarvan ik denk dat de goede boeken zijn. En nu ga ik even kijken wat ik ermee moet. Oké, via het geheime kanaal. En ik denk dat dat dus dat water hier is. En ik zie hier inderdaad ook 4 witte blokjes waar ik ze waarschijnlijk op moet droppen. Hoe kom ik daar alleen? Oh, kijk hier. Dit kan ik gewoon openen. Prima, oké. En welke volgorde? Oh, kijk, er staat hier ook dat het... Ja, prima, dat is hier inderdaad. Wat is de volgorde? De highest mark indicates channel 1. En de lowest mark indicates channel 4. Oké, en ik had ze volgens mij in volgorde gedaan. Oké, dit is 1. Oké, nee, dat is niet 1. Is dit 1? Nee. Is dit 1? Ja, dit is 1. Dit was... Nee. Dit was 2, ook niet. Ik heb het helemaal verkeerd in de verkeerde volgorde gedaan. Die dan, ja. Dan die hier en dan die hier. Geweldig. We hebben iets gedaan, maar wat hebben we gedaan? Ik hoorde iets. Hey, wat is dit? Een lever! Oh, ik snap helemaal niks van dit laatste level, maar ik vind het helemaal prima. Die moeten we waarschijnlijk hier plaatsen. Wat is dit? Chiseled stone brick. Dat is hier niet. Is dat boven? Ik moest allemaal geheime boeken vinden en weet ik wat allemaal. Ah, kijk, hier moet die. En zo, hoppakee, dan kunnen we deze deur hier openen. Dan kunnen we hierheen. Wat hebben we hier? Nog meer boeken. Oh, niet weer hetzelfde systeem, hè. Het is gewoon een boek. Dit is ook gewoon een boek. Laten we even kijken of we bijzondere boeken kunnen krijgen. Of dat dit gewoon lege boeken is. Oh, wacht! Ik snap wat ik moet doen. Dat is wat ik hier zag. Oké. Kijk, bovenin, is het gespiegeld of is het niet gespiegeld? Ik gok dat dat dan die daar rechtsboven is. Die daaronder zo. En dan die in het midden. Dan aan de andere kant is het die daar linksboven. Die daaronder. En dan die onder in het midden. Zo. Oké, dat is niet waar. Oké, die konden sowieso niet fout zijn. Is het dan gewoon echt daadwerkelijk gewoon zo dat ik het anders moet spiegelen? Dus die aan de buitenkant. En dan die aan de binnenkant. En dan die aan de buitenkant. Zo. Nee. Ah, ik heb hier nog een ander boek gevonden dat ik kan lezen. Oké, laten we even kijken of er toch wel misschien bijzondere boeken tussen zitten. Nee, volgens mij niet. Alleen dit gekke boek. En wat staat hier? Hier staan ook weer allemaal rare teksten in. Daar. Dan. Daar. En dan hier. Hetzelfde hier. Wat doe ik fout? Dit moet simpel zijn, toch? Dit moet heel simpel zijn, volgens mij. Hier en dan hier. Oh, ja, nu ging het wel goed. Er is iets open gegaan. Is dat hier aan de andere kant? Ja, er is daar wat open gegaan. Laten we even omkeren. Even naar de andere kant toe. Dan bewaren we dit boek hier, want dat boek heb ik denk ik nog in de toekomst nodig. Oké, dan hebben we Army Room Key. Die kunnen we daar beneden gebruiken. Dan kunnen we eindelijk hier naar die ridderkamer, jongens. Dat vind ik veel leuker. Veel leuker dan al die boeken. Die kunnen we hier plaatsen en dan kunnen we naar deze ruimte. Oké, wat moeten we hier doen? We hebben hier een map met allemaal koninkrijken erop staan. Hier kan ik een zwaard en een boog en een axe nemen. Oké, prima. Oh, wat is dit allemaal hier? Wat moet ik hier doen? Ah,
Oké, ik kan hier zien, de rode map is... De rode is Erebos, dat is een koninkrijk. Liberal is ook een koninkrijk. Dan hebben we Oort hier ook een koninkrijk. En Kalfart is ook een koninkrijk. Goed jongens, ik wilde dit allemaal doen en laten zien aan jullie. Maar ik denk dat dit echt gewoon ongelooflijk saai is om te laten zien allemaal wat ik hier heb gedaan. Dus ik heb hem uiteindelijk gewoon opgelost, helemaal prima. Gaan we door naar de volgende ruimte. Ik heb geen zin in dat jullie natuurlijk in slaap vallen of zo. Goed, wat is dit? Oh nee, een parcours. Gaan we serieus eindigen met een parcours? Ik vind het helemaal prima. Ik heb eigenlijk al zin in een parcours. Oké, let's go. Parcours, jongens. Dan kunnen we even mijn Minecraft skills aan jullie laten zien. Dat we ook naast boekjes ook gewoon kunnen parcouren. En weet ik wat allemaal. Hier, hoppakee. Checkpoint nummer 1. Die gaan we gelijk even gebruiken. Waar zijn we dan beland? Wat is dit? Oh, hier moet ik snel zijn. Oh god, hier moet ik snel zijn. Oké, prima. We waren snel. Dan gaan we over het ijs. En ijs glijden natuurlijk over... Nee. Oké, dit kunnen we overleven. Kom op. Gewoon niet nog een keer in lava vallen zoals dat. Kom op, overleef het. Overleef het. Je kan het. Je kan het. Gewoon niet afbranden. We hebben hem. Kom. Ja. Ja, we hebben hem. Oh, hebben we hem gehaald. Hebben we hem gehaald. Komt-ie. We hebben hem. We hebben hem gehaald, jongens. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet ook zeker even niet te abonneren. Vond je het nou zo ongelooflijk geweldig? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk een hele goede aanrader. Hier ben ik met Rick gaan trollen op mijn openbare Minecraft server. Zeker even waard om te kijken. En dan nu spreek ik later. Glaasje water, telt 4 flesjes bier. Tot de volgende keer. Bye, 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 bye.